Hij moet natuurlijk het grasveld nog even strak hebben om voor te brengen. Oh, wat een vent. Hey, Casey. We blijven weer slapen. Kijk. De koffers komen er weer bij. En ja, veel plezier met deze vlog. Jullie zien straks wel. We worden al begroet hier. Kijk. Hey, ben jij ook op de vlog? Ik zou jullie even een sneak preview geven. Hou je vast. Hallo meiden. Hoi. Welkom bij Kees en Henny. Ja. Gezellig. Gezellig. Toppie. Wat heb je meegenomen? Lekker Chinees. Lekker. Met wat? Met alle markten thuis. Chap choy. Chap choy. Oké. Hallo! We zijn er! Hier, de deur staat open. Leuk hè, dat we bij je gaan eten. Ja. Wij hebben gekookt vanavond. Zeker. Vertel het eens, Kees. Wat is dit onze kamer? Of, Nee, hier moet het naar boven. Veilig, wij zijn op een andere afdeling. Ja. Ja. Oh. Nou, dat gaat handig. Oh, je gaat veel te hard, Kees, joh. Wat een gentleman. Oké, dit. Gossie, mijn hè. Ook weer zo'n romantisch kamertje, joh. Zo, kijk eens even. Doe maar. Dit is jullie slaapkamer. Dank je. Kunnen jullie lekker slapen vanaf? Gaan we lekker doen. Dat gaat helemaal in. We hebben zelfs een balkon. Welkom in het huis van Kees en Henny. Weet je wat die maat komen doen? Die komen hier slapen vanavond. Zo spannend. Nou, dat vind ik wel mooi. Ja? Ja, natuurlijk. Wat verwacht je ervan? Ja, gewoon gezellig. Ja. Lekker hoor. We hebben er helemaal zin in. Ja, we hebben net lekker gegeten. Ja. Lekker Chinesi. Ja. Uit Steenwijkerwold. Even de paarden op stal zetten. Ja. We gaan nu eens even kijken wat voor veulens die gefokt hebben, jongens. Ja. Oh. Oh, kom maar. Mooi veulen, Kees. En Jannes. Oh. Wat een ding. Ja, dat is een toppertje, oké? Okay? Ho, ho, ho. Oh. Woe! Ho, ho, ho. Ho. Ja. Nou, door de draad. Niet te hard, Kees. Ik ga op goedgekeurde dekking door het ding. Hoe fok je er zo heen? Mijn hond waar je wilde heen dekken. Nou ja, oh ja, nog wel even lullen. Ja, ja. Oh. Mijn beste paard was eigenlijk Udelburger. Nou, we hebben heel veel mee gewonnen, heel veel schik mee gehad. Annelies heeft hem mooi naar de topsport mee gereden. Dat is uw dochter, hè? Ja, dat was mijn dochter en daar was ik wel heel wijs mee. En die stond tussen Henk Hammers en Peter Stevensens. Dat vond ik wel heel mooi. En wat is Udelburger voor afstamming? Mano Renovo
Unitas Indian. Hier was je nog een jong ding, Kees. 2007, 6. Leuk hoor. Wat waren de sterke punten van Udo Burga? Nou, als je bij de ring stond, dan werd je een beetje, of ja, dan stond je zijn een beetje op te draaien, maar als je thuis met de trailer over de dam ging rijden, dan begon hij al in het hok te schijten. Zo even noemen. En dan was hij altijd al, als er de vlekjes in, dan kreeg hij het al voor zijn rug. Ja. En dan wou we altijd graag mee. En na wat concours waren we stonden van de ring, dan riep ik wel eens Bosje, kom op, mijn handen weer voor, hè. Nou, dat was die in vorm, hoor. Ja. Dus hij wilde altijd. Ja. Vandaag voor de dag kwam Lambert de Schuurkrieten binnenrijden met Lidl Burger. Het was een Renovo, maar was ik altijd wel ietsje gek van. Nou, die heb ik gekocht, heb ik gedekt met mannen. En daar had ik hele goede foto's uitgefokt. Lidl Burger eruit gefokt. Nou, toen zijn we daar weer mee gaan fokken en rijden gegaan. Gefokt, we zaten in Zwolle op de hengstenkurring. Toen zeg maar Gret schep tegen mij, die mooie Udo Burger bij Marokko Field laten dekken. En nou is het tijd voor een potje mensen hebben hier niet. Ja. Wie gaat er winnen? Wat zetten we erop? Wie, als iemand wint, wat zetten we er dan op? Een mooie prijs. Een vuil of zo. Ja, jongen, die Kees. Beste vent. Ik slaap even lekker vannacht. Ja? Kom je nog even kijken vannacht? Ja, misschien nog. Waar zijn ze nou? Ik wilde onze pyjama laten zien, maar ze zijn er niet. Waar is de pyjama van de koning? Kees? Kees? Leuk hè? Vind je het leuk, Kees? Mooi pakjes. Voor die mooie avond? Nou, hè? Nog een keer. Hebben die mannen hier mooie pakjes gekocht voor deze mooie avond? Doe een zuin duimpje omhoog als je dit ook leuk vindt. Oh. En wel rusten. Slaap lekker, Kees. Ja. Kan je nog wel slapen? Ja. We hebben geen tandpasta. Tandpasta. We hebben geen tandpasta. Maak je 360 van. Dat snap je. Snap ik dat je het heel warm van mij krijgt. Ja, dat snap ik ook. Je ligt ook erg dicht naast me. Ik lig bijna op je. Ik dacht lekker gezellig. Heel gezellig. Dan kunnen er nog wel 6 bij als ik het zo eens bekijk. Nou, bij jou maar niet hard zeg. Als Kees het hoort. Goedemorgen. Kijk eens. Wacht, ik zal het even mee. Hoe mooi het hier is. Oh.
Kijk, is een balkonnetje. En een mooie tuin. En het land. En de blommen. En de blommen. Heb je lekker geslapen, Jut? Nou, ik heb echt ontzettend lekker geslapen. Het is een heel fijn bed. Maar als je, zoals je kan zien, heb ik onder dit laakje geslapen. En Joanna heeft natuurlijk de deken. Ik heb het best wel koud gehad, ondanks deze heerlijke pyjama. En we hebben een kus in het midden. Blijft iedereen aan zijn kant. Voor scheiding. Ja. Ik vond het wel onbezellig. Ik kon je hoofd niet zien. Oké. Okay. Dat had je graag gewild vannacht. Ja. Okay. Ik kijk snel. Ja, het was echt een top bed. Echt heerlijk. Ja. Mijn idee is een beetje onredelijk verdeeld. Ik was eigenlijk eens vragen aan Henny waarom dat is. Ik denk omdat we het hele opgemaakte bed aan elkaar getrapt hebben. Nou. Zet hem maar weer op je eigen hoofd. Maar aan het ontbijt denken. Wat heb je allemaal gedaan vannacht, als ik vragen mag? Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk eens. Dat is toch een mooie. Nou, wat een luxe. Oh. Kijk, daar is. Sta ze hoor. Oh, deze. Oh. Oh, oh ja. Kijk toch eens joh. Wel vijf. Ze gaan tekeer hoor. Hier Kees. Lekker eieren bakken jongen. Ze zijn nog warm joh. Hé, deze zit hier net gelegen. Verdomme, ik ga ze. Oh, een mooi hok. Oh, daar leg je nog in. Ah, de... ah, leuk. De schoenen van Kees. Uitzicht dit, of niet? Prachtig. Mooi. Prachtig. Ik vind die bloem ook zo mooi al dit. Prachtig. Mooie houten hekje eromheen. We zitten nog even lekker aan een bakje koffie. Kees, wat vind je ervan? Oh, jullie hebben het leuk gedaan, vind ik. We hebben gisteren al mooie vullingjes erop gezet. En ja. Lekker geslapen hier. Lekker geslapen. Goed ontbijtje. Goed gegeten hebben de meiden hierop. Er komen niks tekort hier. We worden ook zo goed verzorgd, joh. Ja. Dat is echt niet te doen. Hoor. Lekker bedje gehad. Ja. Lekker bed. Waren we wel een beetje rustig? Of kon je wel een beetje slapen? Ik heb haar niet gehoord. Gelukkig. Dit ook niet. Nieuws? Ja, nog even. We geven ook begeleiding in de iPad. Je bent en je blijft een beugeltje. En doe je? Nou, Kees en Henny. We hebben het goed naar ons zin gehad met die meiden en ze mogen nog wel weer een keer komen slapen hoor. Ja, dat mag wel. Ja, ja. Ja hoor, absoluut. Het was echt gezellig. Ja. Nou, wij vonden het ook leuk en we zijn top verzorgd hier. Goed gegeten en gedronken. Ja. Hartstikke gezellig hoor. Superleuk. Veel over paarden gepraat. Ja. Ja. Dan willen we nog meer. Nee. Hartstikke bedankt. Ja. Ja. Fijne dag. Ja. Jullie ook. En dan ga je linksom. Ja? Dan draai je helemaal Eesveen uit, helemaal die lange weg uit. En dan ben je wat op het uit, dan kun je naar Fletter toe of naar Noord-Holland. Op zijn hoek, zoals zo'n restaurant, maar dan moet je niet heen. Dan moet je rechts aan. Je rijdt helemaal naar het eind toe. Ja, maar je kunt ook rechts doorrijden. Dan kom je bij een rotonde en dan moet je linksaan naar binnen toe. Oh, we zetten de navigatie aan. Nou, hier is hij dan, Jannes. De vader van het hele beste heul. En Kees is sowieso de grootste fan. Ja. Die geeft me elke dag een kus op zijn kop, zag je. Ja, het is even voor, joh. Ik durf niet.